Mijn vader heeft er nooit iets van begrepen. Mijn vader, ach, u weet hoe vaders zijn. Een vader voelt zich min of meer gegrepen wanneer zijn zoon iets anders wil dan hij. Dan zegt hij op een dag, mijn zoon, ik wil eens met je praten. Kom eens even bij me zitten en dan luister je gelaten. Luister eens, jongen. Wimpy. Mijn vader zei nog steeds Wimpy. Toen ik al 17 jaar was, zei hij nog Wimpy. Wimpy, je bent een diplomatische jongen. Jij doet de dingen vaak met een grapje af. Dat was toen al zo. Ik kwam eens thuis met een slecht paasrapport. Toen zei ik, vader, hier is mijn paasrapport en hier is het uwe dat ik op zolder gevonden heb. Jij doet de dingen vaak met een grapje af. En nu hadden je moeder en ik gedacht, wij hebben een goedlopende kruidenierszaak. Mijn vader was kruidenier hier in Utrecht, notabene. Wij hebben een goedlopende kruidenierszaak. En nu hadden moeder en ik gedacht om jou kruidenier te laten worden. Wat dacht ik ervan? Ik zei, nou vader, dat vind ik al met je vijfse kruik hoor. Kun je misschien iets duidelijker spreken? Ik zei, vader, ik weet allemaal dat je vijf zo'n kuik hoor. Wat zei nou, ja of nee? Nee. Nee? En dat zeg je zomaar tegen je vader. Wel ja, het is jouw heer, maar je zegt het maar, ik zal er wel voor krom liggen. Dan begon hij dan ook altijd mee met krom liggen. De man kon helemaal niet krom, wel eens kaarsrecht. Wel ja, ik zal er wel voor krom liggen. En je moeder, mijn moeder moest ook krom liggen. En je moeder ook! Een aanbieding waar duizenden kinderen naar zouden opspringen. Ik kende niet één kind dat daarna zou opspringen om kruidenier te mogen worden. Nou ja, misschien één, maar die is dan ook later bij de KRO terechtgekomen. Een aanbieding waar duizenden kinderen naar zouden opspringen. Want ja, je zegt het maar hoor. Ik zal de portefeuille wel trekken. Het is maar, vader, ik heb een nieuw pak nodig. Hup, 17,5 gulden, dat was voor de oorlog. Hup, 17,5 gulden voor een schitterend nieuw pak met 2 extra plus voers. Vader, een nieuwe fiets. Hup, 7,5 gulden voor een schitterend nieuwe Japanse fiets met 2 prachtige koplampen van 75 cent plus oudje monnik met het woord. Ik begrijp trouwens toch niet wat jij met je kleren uithaalt. Je broer draagt ze eerst 4 jaar. Dan worden ze keurig voor jou vermaakt. En dan zijn ze potdomme binnen de 3 jaar op. En sta op als ik tegen je spreek, Ganef. Verdomme jongen, wat word jij lang. Mag ik er misschien eens even van meneer van nemen wat meneer wel had willen worden? Ik zei, vader, ik wil zo graag artiest worden. Wat zei je? Ik zei, vader, ik wil zo graag artiest worden. Artiest? Wat? Hoe haal je het in je hersens? Hoe haal je het in je hoofd? Artiestje wel, hoe kom je daar nou bij? Zou je wat zeggen, jongen, houd je, want ik ben aan het woord. Artiest, jawel, maar dan over mijn lijk. En wat doe je dan? Wat doe je dan? Je haat die man, je vader, en je vindt hem een tiran. Je voelt je ongelukkig, je bent down en levend moe. Toen ging ik naar mijn moeder toe. En mijn moeder had mijn moeder had er helemaal niks van begrepen. Mijn moeder was mijn laatste toeverlaat. Mijn moeder zei, je moeder kan het weten. Ik zal voor je bidden tot het overgaat. Maar toen ze mijn gezicht zag, zei ze toch nog even later. Als hij een goede bui heeft, zal ik met je vader praten. En een van de volgende avonden had mijn vader een uitstekende bui. Ik moet u nog even bijvertellen, dames en heren. Ik ben nogal streng opgevoed. En een van de grootste zonden die je bij ons in het gezin kon begaan voor de oorlog, was het luisteren op de radio naar de VARA. De AVRO vonden ze thuis al een tikkie smerig, maar de VARA... Maar er was één uitzending die voor mijn vader de zonde dubbel en dwars waard was, en dat was de uitzending op zondagavond om 5 uur, weet u nog wel? Ome Casey, ja. Zeg, we zijn van dezelfde leeftijd, hè? Dan ging hij met zijn oren in de luidspreker, wij werden allemaal weggestuurd, mijn moeder in kluis. En een uur later zat hij nog achter zijn krant na te genieten van oma Casey. En het was op zo'n moment dat mijn moeder dacht, ik moet eens even met mijn man spreken over mijn zoon Willem. En mijn moeder zei tegen mijn vader, Gerrit. 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 Mijn vader heette Gerrit. Mijn moeder zei dus tegen mijn vader, Gerrit. En toen zei mijn vader tegen mijn moeder, ja, wat is er, trui?
Mijn moeder heette Geertruiden. En als hij een goede buit heet, Ruy Gerrits en mijn moeder. Ik geloof niet dat wij weer moeten pressen om kruidenier te worden. Ten slotte ben je ook niet geworden wat jouw vader was. Boer. Mijn grootvader was boer in de buurt van Rotterdam. Goed, zei mijn vader. De jongen mag worden wat hij wil, maar zal een behoorlijk beroep kiezen. Denk je, Truit, die laat zich in de zijde van worden. Artiest. Nou, zei mijn moeder, die moeten er ook zijn. Ja, de duvel moet er ook zijn. Maar in mijn huis geen artiesten. Vieze rekken. Die smeerlappen die op het toneel nog minder dragen dan in bed. Toen zei mijn moeder, ja, dat kun jij weten. Oh, en dat was zo stom van Truy, hè. Maar het was altijd een teerpunt geweest in het huwelijk van mijn ouders, dat mijn vader na zijn huwelijk pas bekend had dat hij ooit naar een revue geweest was. Een klein revuutje in Amsterdam in de Nes, en in de hoofdrollen van dat revuutje traden op de indertijd beruchte, mag ik wel zeggen, gezusters Groenteman. Rosa, Sarah en Johanna Groenteman, en die noemden zich op het toneel de Vegetable Sisters. De meisjes Vegetable. De meisjes Vegetable waren het schoonheidsideaal van die tijd, kort en dik. Of zoals het in het Frans heet, de petite femme potelée. Ze droegen matrozenpakjes met hele korte broekjes op het toneel. Dat was gewaagd voor die tijd. De broekjes waren heel kort, tot hier. En ze stonden zo achter elkaar op het toneel. Nou, nu begrijpt zeker wel, hè? Dat deed het hem. Tenminste, bij Gerrit dan. En als ze zongen, dan pakten ze elkaars ellebogen beet en dan maakten ze er een locomotiefje van. Nou, en drie tegelijk, hè? En hun eerste liedje ging zo. Oh, ik weet niet wat ik wil, ik hou mijn benen niet meer stil als ik van dansen hoor. Van dansen hoor, ik krijg de kriebel in mijn lijf. Ik weet niet waar ik blijf als ik van dansen hoor. Van dansen hoor, hey! Dat is dus heel dom van mijn moeder om dat sensuele beeld weer op te roepen. Trouwens, zei mijn moeder, talent heeft Wim van geen vreemde. Toen zei mijn vader, van geen vreemde. Van wie zullen we dat talent dan wel moeten hebben? Van mij, zei van jou, wat? Hoe haal je het in je hersens? Hoe haal je het in je hoofd? Talent van jou, Truy, hoe kom je daar nou bij? Zou je dan zeggen, mens, houd je mond, ik wil het woord. Ik schop dat jong eruit en jou erbij. En wat doe je dan? Wat doe je dan? Je haat je bij de ouders en je denkt, ik ben een man. Ik zoek mijn eigen weg wel en het kan niet schelen hoe. Ik ging naar Louis Davids toe. En Louis Davids had er ook niks van begrepen. Die dacht direct dat hij weer zo'n schlemiel. Die mot zo nodig, maar je kan nooit weten. Misschien presteert hij iets wijs viel. Hij zei, als je talent hebt en je kunt een liedje zingen, dan engageer ik jou voor het Courhaus Cabaret in Scheveningen. En daar stond ik voor het bureau van Louis David. Ik was nog maar een snotneus, maar ik had al zoveel kijk op showbusiness dat ik dacht, ik moet ook iets meenemen voor het oog. Om meneer Davids af te leiden als het mis mocht gaan. Ik had dus geen pianist bij me, maar een pianiste. Een rondborstig vriendinnetje. Die speelde heel vals. Maar daar lette meneer Davids minder op. Goed, daar stond ik. David zei tegen mij, Zonneveld, ga tussen de schuifdeuren staan en zing je liedjes. Ik deed een stapje naar voren en ik zei, meneer Davids, mijn eerste liedje. En dan viel ik lang uit op mijn gezicht. Dan lag ik lang uit op de drempel van de schuifdeuren, maar ik wist er direct iets van te maken. Ik stond op en ik zei, mijn tweede liedje is... Kijk, en dat is vakwerk, hè? Want je moet er altijd op voorbereid zijn dat er iets kan gebeuren, ook tijdens een voorstelling. Zo'n brandscherm zal naar beneden komen, je zult eronder komen te liggen. Toch moet je iets leuks zeggen. En je zult danser of danseres zijn, die lopen nog veel meer risico om van de spitsen te vallen. Vandaar dat Sonja Gaskel, weet u wel, vandaar dat Sonja Gaskel direct al tegen haar leerlingetje zegt, meisjes, altijd iets van maken als je valt, hoor. En vandaar dat u dan denkt dat ze dansen. Goed. Dan stond ik daar met zitten tegen mijn Zonneveld. Wat moet je verdienen? En dat vond ik een moeilijk punt, want ik dacht, als ik nou te veel zeg, dan neemt u me niet. En vraag ik te weinig, dan breng ik hem op een idee. Maar ik wou het baantje niet verliezen.
Koud bandje niet verliezen, ik deed mijn kop naar beneden, mijn vuisten gebald in mijn ogenwicht. En ik zei, meneer David, als u niet in financiële moeilijkheden komt, dan zou ik gaarne willen verdienen 2,50 gulden per avond. En Heintje David, zijn zuster, weet u wel, die zat er ook bij. En die fluisterde toen, wat zegt die Lou? Ik zei, mevrouw David, als u niet in financiële moeilijkheden komt, dan zou ik gaarne van ieder van u 1,25 per avond willen hebben. Dus David zei, wat? Hoe haal je het in je hersens? Hoe haal je het in je hoofd? Mijn lieve jongen, hoe kom je daar nog bij? Je vraagt een knaak per avond, man, wat zie je me vooran? Je krijgt 5 piek per voorstelling van mij. En wat doe je dan? Wat doe je dan? Je pakt die 2 riksdaalders met je beide handen aan. Ik teken een contract en daarmee was mijn lot beslist. Van toen af was ik echt artiest. En het publiek heeft het direct begrepen. Publiek, u weet hoe het publiek kan zijn. Direct bereid om je een kans te geven. Ik stond te beven achter het gordijn. En David zei, geacht publiek, hier komt mijn nieuwste ontdekking. Wees aardig voor hem, anders dan verliest hij zijn betrekking. En daar stond ik. Ik was nog maar een snotneus. Het is dit jaar in juli precies 29 jaar geweest in het Kurhaus Cabaret in Scheveningen. Ik kwam op. Ik zag eruit. En ik zag er al zo uit. Ik was bleek, ik was mager, schmink hielp niet. Weet u dat ik een verzoekje uit de zaal kreeg om een hapje te komen eten? Oh, er ging van alles door me heen. Ik dacht, oh, gut, zonder wat nou gaat het beginnen. Dat is een heel moeilijk punt. Maar weet u wat nog een moeilijker punt is? Als je er eenmaal een beetje bent. Ik zeg expres een beetje, want je bent er gelukkig nooit helemaal in dit vak. Maar als je er nou een beetje bent, dan wordt het weer anders. Dan word je weer net een gerenommeerd restaurant, zeg ik altijd. Dan komen de klachten pas. Bij Louis Davids op zondagmiddag zat er in de zaal hoofdzakelijk oudere dames uit diplomatieke en betere kringen. David had me van tevoren gewaarschuwd, had gezegd, Zonneveld, als ze het leuk vinden, geven ze geen krimpie. En als ze het niet leuk vinden, ook niet. Nou, de dames zaten me aan te kijken, zeg, met gezichten alsof ze de haarlak in het gezicht gesmeerd hadden. En dan opgedroogd. Er kwam geen handje op elkaar, wel een nageltje. Toen dacht ik opeens, in diplomatieke kringen verstaan ze natuurlijk beter Frans. Tenminste, toen nog wel. Ik zong een liedje over Parijs, kon het helemaal niet uitspreken. Ik gilde af en toe maar eens, Perry, Perry. Ik denk, dan weten ze tenminste waar ik vandaan kom. En dat liedje zou ik nou zo graag weer eens voor u willen doen. Omdat ik het nu beter uitspreek, hoop ik. Let u vooral op de begeleiding, die is minstens 80% in dit geval. Jan Blok alleen al krijgt 30% voor zijn omgooiing van gitaar in banjo. En de rest delen wij. Hè, Harry? Ah, Perry! Ah, Perry, 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 on t'a chanté sans répit. Ah, Perry, 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 sur tes charmes on a tout dit. Aucune ville au monde n'a tes attraits, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça que je t'aime ainsi. Je te dis à ceux que je retrouve en toi ce qu'en ton ciel je revois. Ce qui cause mon émoi mieux que les palais de tes rois. C'est mon petit nid, simple et gentil où j'ai tout appris. Ah, Perry, 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 bon et bon, bon et Perry. Ik was op weg van de kleedkamer, David haalde me terug, hij zei, Zonneveld, er is applaus voor je. En ik dacht, wat? Het bonst in mijn hersens, het zuist in mijn hoofd. Een koude rilling liep over mijn rug. Toen eindelijk het doek viel, hoorde ik achter mijn stem. Hey, Zonneveld, je kunt nooit meer.